voelt het lekker zo als je dus... dat doet hij allemaal zelf. Oh, wauw! 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 Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 18 november 2022. En het is nu bijna 2 uur, dus ik ga Rozo ophalen met mijn eigen auto. En vanuit daar gaan we weer even naar een zaak toe. Om daar weer even wat voor Ro op te halen. Dus Ro die vroeg of ik mee wou, dus dat gaan we lekker doen. Dus wij wensen jullie gewoon weer... heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, ik zou eigenlijk gisteren nog ergens op terugkomen. Ik weet het. Ik loop met mijn ding heel veel achter. Maar afgelopen zaterdag... zeg ik het goed? Ja. Afgelopen zaterdag heb ik gewoon niet gevlogd. Ik was zo moe, verdrietig. Ik ben nog steeds in de rouw, zeg maar jongens. Dus ja, dus eigenlijk dat. En ja, dus ik kon wel filmen, maar mijn energie had ik er niet voor... ja, eigenlijk dat eigenlijk gewoon. Maar nu pak ik het gewoon weer lekker op. Hoop ik. Morgen wordt ook weer een leuke dag. Gaan we ergens naartoe om uit te eten. Maar niet hier in Nederland. Dat zeg ik al wel. Dus maar waar naartoe ga ik nog niet vertellen. Dat blijft nog een lekkere verrassing. Maar dan ga ik er lekker ophalen. Dus ik wens jullie gewoon weer lekker heel veel kijkplezier. Richting Tilburg bij Berkel. Lekker heel veel kijkplezier. gewoon heel veel kijkplezier. Ja. Ja, het is dat. Ik doe het eigenlijk nooit mijn auto via zo'n ding wassen, maar als je kia joh. Is een keertje grappig. Hè? Huh? Ja. Ik heb hem nu in zijn neutraal staan. Niet remmen? Nee, doe ik ook niet. Ga maar dicht. Ja. Daarom doe ik ook namelijk expres in mijn voeten zo. Want dat is namelijk een tip van Bessel. Je voeten lekker zo als je dus... dat doet hij allemaal zelf. Oh, wauw! 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 Laat het nou eens een keertje zo lekker schoonmaken. Wat zo niet echt waardeerd worden en opgevoed, maar...
eens een keer even niks aan te doen. Dat is ook wel eens een keertje grappig. Mm-hmm. Ja, hij klapt zelf die kant op, maar dat komt zoals hij daarop. Kijk, die klapt al. Dan gaat die ook zo meteen. Kijk. Het gaat allemaal heel voorzichtig, zie je dat? Wat een lange wasstraat trouwens. Een wasstraat, hè? Nee! Bijna al 3 minuten, joh! Jezus, Mina! Overdoren 3 minuten! Dit is niet zoals in dinges. Pas op, ja, wat? Pas op voor wat? Ik zie weer helemaal niks. Ik ook niet. Oh, en dan gaat hij ook dus nog drogen? Jeetje. Wauw, hé. Mag ik dus nog helemaal niks doen? Kijk, en hier heb je het drogen. Shiny eruit, hé? Kijk dan een mooi droog. Gewoon hoor, niet wat schoon. Huh? Ja, dat weet ik, maar daarom zeg ik op 2-1. Nee. Ik ben dit even zo nog niet gewend. Nee. Interieurband, stofzuigerplein, uitgang. Dan kom ik dus zo meteen daaruit. Daar moet ik dus naartoe. En jij moet daar naartoe. Driehoekband. Daar moet ik naartoe. Ja, dat weet ik al. Kijk uit voor mijn hand, alsjeblieft. Driehoekband. Oké, hoe werkt dat? Ja, schat, laat alsjeblieft. Hi. Hi, goedemiddag. Mag de motor even uitzetten? Yes, een bonnetje ga ik voor je scannen. Yes, mag je in de parkeerstand? Ja, staat je. Ja. Ga ik uitstoppen, helemaal goud. Zo, nou de auto wordt helemaal schoongemaakt van binnen. Oh, wat ideaal. Kijk eens. Ze zijn lekker bezig. Kijk dan. Maar wat gewoon op zijn band. Oh, shiny. Zo.
Alleen ik weet niet of mijn spullen goed gaan met deze band. Heel netjes, hè? Kikken. Nee, ik ga niks doen. Ik wil zelf maar kijken hoe die doet. En anders kun je altijd nog helpen. Die en die blauwe tassen, die gaat sowieso vallen, maar dat maakt niet uit. Heel netjes. Kijk, een mooi schoon matje. Hè? Wat? Nee, daarom dat ik zei van ik wil hier even een keer naartoe. En bij Bob Wasstraat in Zoetermeer. Ja, hij gaf weer een glimlach hoor. Kijk, allemaal een mooi schoon matje binnen. Ideaal zo. Leuke vlog zo eens een keer. Maar ze werkt er wel goed voor. Dat is één ding wat zeker is, schat. Ja. Kijk, dan gaan we het zo kijken. Dat is leuk. 80 euro. Ideaal rood. Velgen zijn ook mooi schoon. Dat krijg ik nog niet eens zo schoon. Nou, dan gaan hun weer met die andere auto aan de gang. En dan zie je hier weer andere mensen die het weer verder gaan doen. Ideaal dit. Het ruikt wel lekker. Nee, maakt niet uit, mevrouw. Maakt niet uit. Het gaat wel lekker. Leuke doekjes trouwens. En dan gaat hij druk wezen. Gaan we gewoon aan de hele buitenkant volgens mij. Om het schoon te maken. €36 één keer in de maand, gewoon contant. Heerlijk man. Lekker! Hij schijnt wel weer, hè? Dat
is weer rood. En dan wat dan? Komt wat gedaan? Ja, het is inmiddels nu al bijna 8:30 op 10 minuten, hè. En ik kak in, ik ben ook even moe. Dus ik ga nu ook even lekker liggen, jongens. Ik ben iets van 8:45 moet ik er ook bellen of zo, weet ik veel. 8:45, 8:09, dat hebben we prima. Maar ik bel hem gewoon iets van 9:30. Heeft hij nog eventjes lekker even een uurtje ongeveer nog even lekker een uurtje te pitten. En dan kan ik ook nog eventjes pitten, zeg maar. Ook even lekker slapen. Dus kan ik ook even nog even lekker bijtrekken. Lijkt me een hele goed, strak plan. Dus ja, dat ga ik even doen. Om ook even lekker bij te tanken. Ja, wel even nodig. Dus jullie zien straks ook als Rode weer is. Zo, Rode is er ook. We hebben net even nu wat laat gegeten. Het is nu alweer 12:30, jongens. Ja. Ja, het is al 12:30, midden in de nacht. Even kijken. Oké, misschien wat voor Roderick? Vraagt Anne. Over die link. Die en die ze ons stuurde. Over die, telefoon, weet je wel? Moet ik hem in? Nee, en ze stuurde toch ons, mij en mij die link over die telefoon houden bij de spiegel. Dus ik zei toch van, leuk, maar niet voor mij. Oké, misschien voor Roderick, ook niet. Ook. Hè? Huh? Ja, weet ik niet. Hè? Huh? Ik denk het niet, denk. Je weet hoe ze is. Hè? Sinterklaas kan over Rome hebben. Sinterklaas, nou, sorry hoor, maar ik zie ook dat en dat ding nog niet voor je. Deze, bedoel ik dan, hè? Deze, die ze dus opstuurde. Hallo, koekoek. Deze. Ja. En dat voor je spiegel? Nou, dat denk ik niet, hè? Spiegel, nee. Hè? Niet voor mijn spiegel. Nee, maar ik bedoel onder je spiegel, schat. Ja, dit. Nee, dat, daarom dat ik zeg van, dat ook niet. En ik wil zeggen, misschien voor een Sinterklaas cadeautje. Nou, dat denk ik niet. Nou, ik laat het jullie even zien. Want voordat jullie denken van, waar hebben ze het over? Nou, check, dubbelcheck, dit. Dit stuurde dus mijn zus mij op. Misschien voor mij, of misschien leuk voor Rook. Nou, één ding, hier beginnen we allebei niet aan. Dit vinden we gewoon allebei gewoon niet handig en niet praktisch. Gewoon allebei niet. Ik zal eens even kijken of ik het even zo kan doen. Nee, hoe krijg ik dit kleiner ook alweer? Even kijken. Zo, doe ik het even zo. Goed zo, kijk. Hey, handig. Nee, kijk. Zoals dit vinden we dus gewoon echt allebei gewoon 2 keer, 3 keer niks. Ook, ja, kijk. Nou, dan kun je het zo hebben, zeg maar. Je kan het dus zo onder je spiegel doen. En dan kun je het zo nog doen, en zo nog doen, of naast je spiegel, of dit, op deze manier. Nou, dat vinden wij dus gewoon absoluut 2 keer, 3 keer, dubbel niks. Dus hier beginnen we dus ook niet aan. Dus, nee. Dus voor mensen die denken van, hey, dat kunnen we wel even doorsturen, doe het gewoon lekker niet, want daar hebben we gewoon echt allebei niks aan. Gewoon niet. Kijk. Dat is dus deze. Dan heb je hem dus zo, zeg maar. Alleen ik krijg hem niet kleiner.
Nee, ik krijg hem gewoon niet kleiner zoals ik het wil, zeg maar. Maar dat is dus het idee. Dus daar is ook al, dat gaan we dus even lekker niet doen. Nee, dat vind ik gewoon niet fijn. Dus ja, dat gaan we lekker niet doen. Niet. Nee, gaan we lekker niet doen. Dus nee, ja, jullie blijven nu wel staan. Ja, nee, Rodi was net even lekker aan het niezen. Kan gebeuren, maakt niet uit. Maar daar is ik altijd. Dat gaan we lekker niet doen. Ook niet. Nee. En dan kan Ro wel zeggen, ja, maar misschien voor een Sinterklaas cadeautje ook niet. Gewoon niet. Hey. Sirenes langs horen gaan en ik heb al net op Facebook gekeken. Het blijkt dus een bloembollenschuur in de brand te staan. Dus ik ben echt gewoon benieuwd of je de rookwolken al gewoon, ja, de wind staat over de zee heen, zeg maar. Maar ik wil gewoon even kijken of je het gewoon kan zien. Gewoon de rookwolken. Want ik ga nou even niet helemaal naar Tesla rijden of zo. Nee, dat ga ik dus lekker niet doen. Maar ik ben wel gewoon benieuwd of je dus gewoon de wolken kan zien. Of waar de brand dan maar ook is. Kijk, we zijn hier lekker bezig. Dus ik weet nou niet of jullie me konden verstaan. Ik ga dus nu even richting de dijk. Want ik heb namelijk heel wat sirenes gehoord. Ja, ik zit dus nu op de dijk. Lekker goed Nederlands, ja, helemaal goed. Ik heb geprobeerd om even goed te kijken, dus heel goed en geconcentreerd te kijken. Maar ik heb qua rookwolken helemaal niks kunnen zien, echt gewoon niet. Maar dat is alleen maar weer beter voor de helden, ja? Toch? Ja, dat is alleen maar weer beter. Maar ook nu, als ik even mee, ga ik gewoon nu ook kijken. En jullie even niet aankijken. Ik zie helemaal niks. Nee, laat ik jullie gelijk zien. Jullie moeten ook zelf zien. Het is behoorlijk waar je eens of nu iets kunt zien, jongens. Want daar is het punt. Kijk. Normaal. Van goed zien en hij heeft er heel veel moeite mee om scherp te stellen. Kijk, je ziet dus nu daar en daar de boot. Maar je ziet geen enkele rookwolk, helemaal niet. Zoals je kan zien, het is alleen maar weer rustig. Maar zo heilig is het dus, jongens. Het is heel erg heilig.
Zo, nou. Mama die weet dus ook al dat ik weer in Den Helder ben. Net als wat ik gisteravond zei. Sorry, maar... ik heb mama dus verteld dat ik gisteravond al was. Vandaag pas. Dus... Ja. Hoe doen jullie ook? Ik ben nog wel een beetje moedjes, zeg maar. Maar oké. Komt allemaal wel weer vanzelf wel goed. Gewoon lekker, een beetje lekker bijslapen hier. Maar... Zondag, jongens, wordt het een superleuke dag. Superleuke dag. Ik ga nog niet vertellen wat, maar zondag wordt het wel een superleuke dag. Dat wel, zeer en zeer zeker. Ja. Ik ben aangekomen op de slaapkamer, jongens. En dat gaat betekenen dat ik de vlog ga afsluiten. Hoe toevallig, weer eens een keer lekker in de slaapkamer. Ja, dus... Vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer, reageer, doe het duimpje omhoog. En ja, geen idee. Belletje, heel goed. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.